Hallo, kijk van hier op T. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met onze Tycoon 2 met Ido. Hallusjen. En we zijn weer terug en we hebben. Ik zie dat we nog steeds lekker lange wachten hebben voor onze Loopix schippen. Gebeurend. We hebben het pas schoonmaak aan inhuren. Dat is goed. Dat vind ik helemaal prima. Oké, wat gaan we vandaag doen? Research. Toekijken hoe ons park ten onder gaat. Ja, dat kan. 20 juli komt er weer een spannende attractie aan. Top. Wat? Hij doet het niet goed, Jan is ontstopperd, versie 2.0. Oh, bij mij wel. Zal ik ook even een bewaker aannemen? Voor toevallig mensen die slopen, die banken gebeuren. Ding. Is het nou echt nodig? Nee. Nou, nah, nog maar niet. Ik dacht dat je wel zeggen, nou, doe maar wel, hè? Ja. Zo. Volgens mij krijg ik de hik. Och, fijn. Ja, dat is duidelijk. Ik probeer het in te houden. Maar ik heb het wel vaker, hè? Ja, twee keer, dat is gewoon één keer weer gone. Heb je wel vaker, ja. Zeg dan maar niet te gauw, want dadelijk. Zodat ik heb het de hele dag. Dat zou kut zijn, hoor. Nou ja, bent vanzelf. Denk je? Oh, een pijnstilletje hier en daar. Ja, nee, dat kan. Hey, 20 juni, nieuwe attractie. 20 juni of 20 juli? En by the way, oh, echt? Nee, echt nep. Ja, made in China. Ik was op zoek naar een calculator. Hoeveel kon vragen van een attractie? Dat was het. Ik weet dat er een andere website voor is. Ja, dat kan. Ik kom hier een GitHub repo tegen. Ja, dat kan. Dit is niet echt iets wat ik zocht. Ik kom hier tegen, wacht even. De attractie, hoe heette die? Gelanceerde vrije val, hè? Ja. Launch it free fall. Excitement rate, dat was... 3 punt zoveel. Intensity. 8.79. Oh ja, nog even iets. Nausea was 4.43. Ik kom nu ook achter dat we de laatste spannende attractie dan hebben. Dus zullen we daarna wikkels en kraampjes of iets anders doen? Van de onderzoek. €18,08. Willen mensen dat daarvoor betalen? Zo staat hier wel. Ja, we kunnen het proberen. Nee. Ik vind de uitleg van die tabel best wel heel erg onduidelijk. Dat zelfs bij dat we €94 kunnen vragen. Damn. Maar de maximumprijs is 20. Oh, spannende attracties zijn er niet meer. Ja, nee, dat zei ik net al. Wat zullen we nou kiezen? Winkel? Ja, laten we dat doen. Ja, volgens mij kan er nog één spannende attractie worden geresearched in that's it. Vliegend tapijt. Oh, de verticale draaimolen! Ja! Citroen. Appel. Moes. Oh my god. Ah, mogen we het decor slopen in dit pretpark? Waarom zou je dat willen doen?
Dat het maar decor is. Maar dat waardeer ik dan meestal wel, daarmee omhoog gaan. Waardering? Je hebt al waardering nodig. Je hebt toch cheats? Oh, nee. Maar kijk in onze financiën, Mark. Ja, dat gaat heel goed. Dan zou ik een keer niet roekloos die lening aan het afbetalen gegaan. En je ziet gewoon dat onze winst gewoon keihard omhoog schiet. Nou ja, van die 30,40 euro wil ik ook best wel hebben, hoor. Ja, maar dit levert veel meer op dan die 30,70 euro. 40. Ik zeg 70. Ik zeg 40. Ik leeg gewoon wat bij dan, want we zijn een keer 40. Wat? Nee, dan wordt het wel vanzelf 70. Ik moet naar de wc. Dit park is erg schoon en netjes. Deze hotdog van Krampje 1 is erg goedkoop. Oh! Ik moet naar de wc. Nou, er zijn wel genoeg bomen hier in het park. Dus, of bosjes. We gaan gewoon in het water plassen. Kan ook. En in City Skylines is zo'n hele bruine streep. Zo'n heel grijze streep. Ja, nee, duidelijk. Mensen gewoon zo betalen voor attracties. Jezus Christus. 4000. Almost. Budget. Zo. Kan ik even een mini-achtbaantje bouwen? Dat kan. Gewoon hier begin of zo. Gewoon in dit stuk van de rivier plaats. Bij de ingang begin. Ja, doe maar. Ik vind het helemaal mooi. Laten we eens beginnen. Vliegend tapijt. Verticale dwarmholen. Nou, die kan zonder wel geplaatst worden. Laten we eerst maar even... Of ja, laat ik maar even wachten totdat jij die... Nee, plaats hem maar. Juist plaatsen. Die levert juist geld op. Oké. Okay. Daar wacht ik wel even. Wat geld oplevert is belangrijker, Mark. Dan de rest. Oké, waar zou ik dat ding neerzetten? Ergens naast die draait inventaris schip met het schommelschip. Ergens in die hoek of zo. Lekker dikjes bij elkaar. Net niet de plek waar ik het verwacht had. Op ruimte-efficiëntie, maar... Ga maar verder. Klik, 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 klik. We kunnen gewoon inhouden, dat weet je. Nou, nee. Het zou 4 euro te duur zijn. Dat vind ik veel. Mensen betalen het. Mooi. I don't freaking care. Let's see. Damn, dat wordt nog een wolke mini-achtbaan. Een behoorlijke mini-achtbaan, dat is toch wel een beetje tegenstrijdig. Dat is een beetje een hele rare zin. Ja. Een hele grote mini-achtbaan. Ja. Oh.
wil dit. En we hebben nog geld over ook nog. Hoe efficiënt. Ja, het is best wel efficiënt gebouwd, ook nog een keer. Oh god, nee, niet dit soort karretjes, nee. Oké, toch wel iets grotere karretjes. Voor zoveel mogelijk mensen dat ik in één karretje heb. Oké. Gewoon erin proppen. Dus zoiets. Ja, zoiets. Tikke takke, tikke takke, tikke takke, tikke takke, tikke takke, tikke. Wee! Nou, niet echt wat je zegt, een hele snelle achtbaan of zo. Hoeft ook niet. Gooi hem maar los. Of ja, dan moeten we wel eerst natuurlijk een pad lopen. Weet je wat ik wil? Zo. Dat ging heel goed. Holy knetter, komt gerommel aan uit de lucht. Bij mij niet. Ik heb net even, hoe ga ik ooit hier tussenuit werken? Gewoon over station per ongebeuren heen en dan gewoon koppelen. We gaan er gewoon omheen knutselen. Zoiets, ja. What the fuck? Kreun. Dus hier waren 4,20. Dus we kunnen er gewoon nog meer dan die andere attractie voor vragen, meer dan 6 euro. Zoiets. Gewoon 7,5 vragen, makkelijk. En foto's 2,50 euro. Dus lekker even iets anders plempen. We hebben weer 2000, 2200. Lekker, lekker hoor. Fantastie. Nam 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 nam. Nee, niet fantastie. Ik kan mini 8x1 niet betalen. Ja, zo betaal ik niet. Dat krijg ik op 7, ook op 20 euro gezet. Oh, ja, nee, geen wonder. Oh my god. Waarom zet je dat ding altijd op 20? Omdat in de Amerikaanse versie een punt een komma is en in de Europese versie een komma een punt is. En een punt een komma is, zo. Ja, het is toch altijd zo lastig, Ido. Maar ik kan er niks aan veranderen, dat ze het allemaal zo moeilijk maken. Bezoekers hebben dorst. Er is genoeg water in de rivier. Dat lijkt me niet heel erg gezond. Dat is er vroeger ook. Ja, vroeger, maar vroeger wisten ze niet beter. En dieren doen het ook, als dieren het blijven leven. Dus ja, dan zou het wel gezond zijn. We gaan er wel lang geen dieren meer gehad op aarde. Wat meer kan vragen voor deze achtbaan. 8 euro of zo. Rest in peace. Ja, mensen betalen het. En 3 euro voor een actiefoto betalen mensen ook. Oh my god. Zou ik 8,5 euro kunnen vragen? G-I-J. Ja, mensen gaan er nog steeds in. Kan ik ook 9 euro vragen?
Nobody knows. Ja, mensen gaan er nog steeds in. Wil ik ook 9,5 euro vragen? Mensen zeiken, mijn geld is bijna op. Ik denk dat... Ja, winkelkraampje staat hier op. En wel een pinapparaat. Nee! Justin, we got a problem. Ja, dat was hetzelfde in het vorige park. Dan ga je de prijzen heel hoog hebben. Of heel hoog neerzetten. Omdat je gewoon godverdomme geld nodig hebt. Nou, maak er wel 10 euro van. Voor één ritje. Maar dan mensen gaan er gewoon nog steeds in. Maar dan realiseer je niet dat ze maar iets van 50 euro op zak hebben. Dus... 5 keer in die mini-achtbaan en je geld is gewoon op. Precies. Daar doen we het voor. Daar zijn we ook Money Magnets Incorporated. Nou, ik ging liever voor de afzetter IQ, maar oké. Okay. Suikerspinkraan, ja nee, dat is niet wat we nodig hebben! Ja, zou ik net al staan. Zometeen unlocken we dat niet in dit pretpark. Dat lijkt me niet, maar oké. Het zou kunnen in theorie. Deze achtbaan heeft ons ook heel veel geld gekost. Dus daar moet ons in principe weer geld terug gaan verdienen. Gewoon echt iedereen die het park verlaat, ik gewoon geen geld meer. Maar er komen ook allemaal gewoon geen geld meer. Ja, er komen ook niet zoveel bezoekers meer binnen. Maar bij mij nog wel. Maar eentje. Maar een stuk of 6, 7, 10 zeg maar. I want that money. Ja, klop, 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 foto's. Soms 4000. €4,000. Mensen gaan wel echt massaal in deze attractie. Toegangsprijs, gratis, entreeinkomsten, 0 euro. Ja, no shit. Omdat het pretpark zelf gratis is om naar binnen te lopen. Dus eigenlijk is het gewoon openbaar voor iedereen. In principe. Maar ja, dan heb je ook niks meer te betalen. We hebben iets nieuws unlocked. Suikersprint, suikerspinkraam. Suikersprintkraam? Ja. Goed Nederlands. Helemaal met Sprunk van GTA. Ik sprunk jou de moeder. Ben je toch geen skunk? Skunk? Ja. Waar moet die reference naartoe leggen? Naar een dier. Die nog wel eens... heerlijke geur van zich af kan laten schieten. En dat bedoel ik van een verstaart gebeuren. Zoiets. Ik heb het ook vergeten. Bedoel je jezelf? Nee. Bedoel jou. Kom hier dan. Laat ik een keer ruiken. Laat ik een poepje ruiken. Nee, dat hoef ik niet. Zal ik alleen afbetalen? Ja, doe maar. Dan. Oh, top. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik hem een keer weer. Hey, wacht. Is de eerste keer dat ik het goed zei. Yay! Champagne! nou, top. Dus, later.